Dag sê mense, dit is Jerry hier so. So, ok. Nou gaan ek julle wys, ons is nou Valentinesdag mos. So, ons maak nou een lekker gezonde ete. En soos julle nou my al ken, saam met my ete doen ek logies, my Maximoon. Maar ja, ons gaan nou een lekker curry, warmerige curry stew beef ding maak. So kom ek wys julle wat bedoel ek. So hier binnen is daar nou chilies. Daar, rooi goedjies daar, en dan green peppers, ookie aartappel, dan sies ek eie goeders in, wat eie goed sit? Leek. Leek, oké, wat ook raai is. En dan is die bees, met vet op, nie, sonder vet nie, en dan so ver is nou een bykie water met die curry saus, en dan eie, en dan gaan ons nou een bykie wortels in sit, broccoli, cauliflower, so een bykie okra in, okra, soeke, wat so reikig is. So ja, en dan nou, dit is, ja, dit is gezond, baie gezond. As jy nou gezond wil eet, is dit nou die way wat jy sal gaan. En dan logies gaan ek nou twee van die goeders drink, saam met my ete, om net genoeg extra nutrition in te sit, om je eten super gezond te maken voor je lichaam, zodat mens nou je lichaam lekker sterker wordt en je niet allerhande ziektes en problemen krijgt. Dus ook ik niet ziek raak, ik raak je ziek, je mag dan raak je ziek niet. Maar ja, zout zal ons inzet, logisch, pinkie Malaya zout. Ja, dit is zo makkelijk zoals dit. Dit is een beetje meer werk om so eten te doen, maar het liefst is dit gezond en het brengt ordentelijke balancering in die lichaam. Ja, die voordelen is baie. So dit is die moeite waard. So try dit een beetje. Krijt.